Goedemiddag, goedemiddag en welkom bij een heel bijzonder programma. We zijn hier vandaag bij elkaar bijeen omdat op vrijdag 3 december helaas Roy Risti ons is ontvallen. Een bijzondere man waar een hele week bijzonder veel aandacht aan besteed wordt en zal worden. Ook in dit programma, lieve nabestaanden, we hopen dat we met dit programma jullie ook allemaal tegemoet komen en Roy Risti ook de eer en grani geeft die hij verdient. Voordat ik echt ga vertellen waar dit programma precies uit bestaat, beginnen we met een ode. En de ode die wordt door niemand minder dan Orville Breeveld verzorgd. Speciaal voor Roy, een van de koningen van Zuidoost. En hij was zeker het beste beloofd. In elke adem denk ik aan mijn zonen, mijn dochters en de wereld van hun dromen. Een wereld die met mij moet beginnen, want winnen komt alleen van binnen. Wanneer de kinderen naar school toe gaan, mag geen enkele brug voor hen openstaan. Want generaties zijn hen voorgegaan om het land op te bouwen waar zij nu op staan. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. Ik zie 10 kinderen die samen spelen, samen leren, samen streven. Hun ouders afkomstig uit verre streken, die nu de wijsheid samen delen. Ik zie die kinderen wijzer worden, zelf ondernemend, zelf sporten. Niets houdt hen tegen, geen angst uit kranten, want het succes ligt in hun handen. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. In de Gasperplas zie ik mijzelf en heel de wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschillend. Niet kil afwachtend, maar juist welwillend. In de Gasperplas, daar stroomt de Rhône, maar ook de Nijl en de Amazone. Dit is van mijn wonderschone Zuidoost, voorbij mijn vrije zon. In de Gasperplas zie ik mijzelf en heel de wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschillend. Niet kil afwachtend en juist welwillend, en zo was Roy. In de Gasperplas, daar stroomt de Rhône, maar ook de Nijl en de Amazone. Dit is van mij, mijn wonderschone Zuidoost, voorbij en Roy voor eeuwig
in onze vrije zone. Appliceren toch? Voor... Dat was een ode aan Roy Ristie, gegeven door Orville Breveld. Bekend natuurlijk als muzikus, zanger en componist. En nog veel meer. Welkom allereerst de nabestaanden van Roy Ristie. Welkom aan alle bewoners van de Zuidoost en de Bijlmer die nu naar dit programma kijken. En welkom aan u thuis via Salto bij dit bijzondere programma wat dus in het teken staat van het herdenken van Roy Ristie. En twee dingen waar je Roy altijd over hoorde was dingen duiden en dingen bestendigen. En dat is wat we vandaag ook gaan doen met een aantal sleutelfiguren uit Zuidoost, met goede vrienden en zakenrelaties, partners die eigenlijk ook inmiddels gewoon vrienden en familie zijn van Roy. Dat dus en meer staat het programma vandaag voor in het teken. Ik moet een aantal mededelingen geven wat heel erg belangrijk is, omdat de hele week staat eigenlijk in het teken van Roy Ristie. Maar helaas zijn een aantal dingen die niet door kunnen gaan. En ik heb een lijstje hier om de mensen toch goed te informeren, wil ik daarmee beginnen. Het was de bedoeling om morgen een wakka te organiseren, dus een optocht. Maar die kan helaas niet doorgaan vanwege de COVID-19 maatregelen. Dus lieve mensen, kom niet daar naartoe, het gaat dus niet door. Dat geldt ook voor de Erehaag die morgen plaats zal vinden. Aanstaande maandag plaats zal vinden. Ook die zal dus geen doorgang vinden, helaas. Wat wel doorgang vindt, is op zondag tussen 12 en 5. En dan is iedereen van harte welkom bij het afscheidshuis van Jarden. Dat is vlakbij het station Bijlmer Arena. En daar kan iedereen, met inachtneming natuurlijk van de coronamaatregelen en de QR-code, kan die afscheid komen nemen van Roy. Er is de mogelijkheid om een kort zegje te doen en daarna weer verder te gaan, zodat iedereen de ruimte en gelegenheid krijgt om op dat moment ook echt afscheid te nemen van Roy. Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn daar live bij aanwezig te zijn, maar graag wel willen bijwonen, het zal ook live gestreamd worden. Dus voor die mensen is rekening mee gehouden. Er komt wel nog een tribute to Roy Ristie concert. En nadere details daarover, dat volgt. Wellicht dat we in dit programma er al een beetje informatie over kunnen geven. Afijn, we gaan dan echt van start. En ik wil eigenlijk meteen beginnen met Roshni Poelsing. Jij bent onder andere zakelijk manager bij Southeast Parade. Maar ook zakenpartner van Roy Ristie, familievriend en nog veel meer. Wat waarschijnlijk ik niet eens in woorden kan beschrijven. Misschien kan je dat zelf doen. Wat betekent Roy voor jou? Nou ja, ik ken Roy al 19 jaar en ik leerde Roy kennen. Ik kwam in 2001 naar Nederland om te studeren en ik was een van de weinige Surinamers die niet in de Bijlmer belanden, maar in Alt-Zuid. En ik had uiteindelijk een baan nodig om mijn studie te betalen. Dus iemand zei tegen me, er is hier een Surinaamse meneer Roy Ristie, die heeft een radiostation en hij zoekt mensen, dus misschien kun je daar solliciteren. En zo ben ik via zijn zoon in contact met hem gekomen. En ik kon de volgende week beginnen. Dus we begonnen met radio maken boven de kroon op het Rembrandtplein. En terwijl Roy eigenlijk bezig was aan de knoppen van de radio, voerden we het sollicitatiegesprek. En dat ging daarna door. Zegt hij, kom mee naar Zuidoost, want daar zit het kantoor van de radio. En ik heb een meeting met bewonersparticipatie. En wat betekent hij voor mij? Dat is de man die me Zuidoost heeft leren kennen. Want anders was ik er nooit komen wonen. Ik kwam daar aan in een flat van Kouwenoord toen. Dat was echt... Ja. Het kantoor zat in de garage van Kouwenoord. En ik zei letterlijk tegen hem, en ik praat nu over 2002. En ik zei letterlijk tegen hem, meneer Ristie, hier zou ik niet doodgevonden willen worden. Toen zei hij, nee meisje, het is echt, hier zijn vreselijk leuke mensen. Zo heb ik dus Roy leren kennen. En door de jaren heen is dat contact gebleven. Ik ben mijn eigen pad opgegaan, maar
En bijna elke stap die hij zette, hadden we inmiddels een band opgebouwd. Dat hij dat altijd toetste. En hoe denk jij erover, et cetera. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat we elkaar al 19 jaar vrij intensief kennen. En dagelijks in contact stonden. In de tijd dat je hem hebt leren kennen, is hij ook als politicus aan de slag gegaan voor D66. Ja. 8 jaar lang is hij daarvoor actief geweest. Hoe was Roy als politicus? Nou, het begon al überhaupt dat hij, toen hij de stap maakte om de actieve politieke arena in te gaan, dat ik zei, weet je, dat zeker. Want hij was in 2005 was hij eerst begonnen met bewonersparticipatie. Hij was letterlijk de man die bewoners mondig maakte. En dat deed hij echt op een eigentijdse manier. Ik heb daar een deel van meegekregen. Carla van Dijk weet daar veel van. Swan Chowa, André Reder. Nou ja, hij maakte die bewoners echt mondig. En dat was niet altijd fijn voor de politiek. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat hij in 2010 zei, ik ga nu zelf de politiek in. Maar ik hield mijn hart vast. Want Roy is iemand van het provoceren. En niet van het provoceren om negatief te zijn. Maar hij provoceerde wel om uiteindelijk tot een resultaat te komen voor het grotere geheel. Alleen, je moet dat wel willen snappen. Dus is gegaan zoals het is gegaan. Roy was denk ik een van de meest bekende politici in de gemeenteraad toen nog, hè? Want toen was het nog de deelraad. In de media wordt ook gesproken als de burgemeester van de Bijlmer is overleden. Ja. Wat maakte hem dan anders dan andere actieve politici of mensen in Zuidoost? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat Roy het vermogen had om de taal van de burgers naar het podium te brengen waar je abstract moet denken. Als je in de politiek zit en besluitvorming moet doen en beleid moet maken. Hoewel vrijwel elke politicus zegt, ik wil de taal van de burgers spreken, is in essentie vaak beleid iets wat abstract is. Toch? Laten we daar echt heel eerlijk over zijn. En Roy was de man die op dat politieke podium in staat was, omdat hij de hele dag op straat was, omdat hij daadwerkelijk echt te doen had met die bewoners, was hij in staat om dat daar naartoe te brengen. En dat maakte wel het verschil, want Roy was de man die geen baan had naast het politicus zijn. Hij leefde gewoon van op straat zijn en mensen aanhoren en mensen hun problemen oplossen. En op een gegeven moment zei ik vaak tegen hem, maar wie gaat je huishuur betalen? Dat was Roy, dus dat maakte hem anders. En los van het feit dat hij in staat was om de problematiek van de burgers op dat podium te brengen, was hij ook in staat om met wethouders na te denken over hoe los je dat pragmatisch op. Want natuurlijk hield hij rekening met dat niet alles kan. Maar het was de man die goed wist te laveren tussen enerzijds de burgers en anderzijds de beleidsmakers. Ja, dankjewel. We hebben een wethouder ook aan tafel. Ja. Jacob Wedemeijer, ook actief DB-lid geweest hier in het stadsdeel. Ja. Kan je herkennen in wat Roshni zegt? Zeker, zeker. Toen ik Roy leerde kennen aan het begin van mijn DB-schap, hij was er opeens. Hij wist het hele uiteindelijk. Ja. Ja, en het was voorkomen natuurlijk dat hij er was. En dan ging je het gesprek aan. En ik kan me een goede gesprek herinneren bij oma Ietje. Het DB had echt een vuurdoop. Want ik geloof een van de eerste vergaderingen van de stadsdeelcommissie zat het vol met boze burgers. Juist. Echt compleet vol. Ja. Dat kwam niet door hem. Maar hij hield me wel heel goed om het te duiden. En die boosheid een plaats te geven. Want als je aankomend DB'er bent en ook nog van buiten Zuidoost, dan krijg je wel even wat op je dak. Ja. En daar heeft hij me echt heel goed mee geholpen. En eigenlijk is hij een van de personen geweest voor mij waardoor ik Zuidoost beter heb leren kennen. Want ik kwam hier zonder enige kennis van Zuidoost. Dus ik werd hier gewoon neergeplopt, zeg maar. Ja. Dus ik ben hem daar erg dankbaar voor. Hij heeft me echt voor heel wat misstappen behoed, denk ik. Nu ontroerde het nummer van Oor ons allen, maar jou ook heel erg zichtbaar. Wat was hetgeen wat jou, waardoor je zo ontroerde? Nou, wat hij heel goed doet en deed, laat ik het zo. Hij is helaas niet meer, maar wat hij heel goed deed en waar dit nummer ook heel goed in past, is zeg maar die eigen identiteit van Zuidoost vormgeven. Hè? Dus je hebt Kwaku, je hebt South East Parade, je hebt het volkslied van Zuidoost, noem ik het maar even. Dus dat deed hij heel goed. Dus die positieve kant van Zuidoost heel goed benadrukken in allerlei mooie symbolen. Die je ook energie geven om door te gaan. Want we moeten wel eerlijk zijn, heel veel mensen hebben heel veel energie nodig om door te gaan. En dat is wat hij heel goed deed eigenlijk. Ja, dankjewel.
Roshni, nog even terug naar jou, want Southeast Parade. Voor de mensen thuis die daar niet mee bekend zijn, wat is dat en waarom, waarom heeft hij dat geïnitieerd? Nou, Roy, hij ademde de Bijlmer en Zuidoost. En ik moet eerlijk zeggen, hij liet geen mogelijkheid onbenut om Zuidoost voor het positieve voetlicht te plaatsen. Of het nou was in de binnenlanden van Suriname of waar dan ook. We zijn wel eens samen in Parijs en in Tunesië geweest. En zelfs in Tunesië had hij het over Zuidoost, zo erg. Zo positief, ja. Maar... bij de viering of herdenking van 50 jaar Bijlmer Meer... vond hij dat het noodzakelijk was om alle mensen die niet elke dag in de schijnwerper staan, maar die wel meebouwen aan de stad Amsterdam en in het bijzonder Zuidoost, een podium te geven om te laten zien dat ook zij bestaan. En ik denk dat Roy daar de man voor was om vooral het onzichtbare zichtbaar te maken. Of het nou was met veel lawaai maken of zijn Facebookpage. Maar dat was zijn missie. Zijn missie was gewoon mensen voor het voetlicht plaatsen en organisaties. Dus 50 jaar Bijlmer Meer is de Southeast Parade eigenlijk ontstaan als een activiteit om dat van 50 jaar Bijlmer Meer kenbaar te maken. En in principe ontstaan als eenmalige activiteit. En nou ja, vanwege de vele aanvragen en het positieve verhaal van de Southeast Parade is er toen besloten om een tweede parade weer te doen het jaar daarop. En dat bleek ook goed te zijn gegaan. En toen ben ik in 2020 ben ik door hun gevraagd om, want dat moest eigenlijk nu naar een zakelijk niveau, want anders trek je dit niet jaren. Dus in 2020 ben ik toen gevraagd door ze om het zakelijk te gaan managen. En de Southeast Parade, zoals hij dat onlangs op 11 november heeft gezegd, is eigenlijk het podium dat zichtbaar maakt wat en wie allemaal meebouwt aan het DNA van Amsterdam. Mooi gezegd. Sandra Williams, programmadirecteur van het Masterplan Zuidoost. Je had ook een hele bijzondere persoonlijke relatie met Roy. Kan je vertellen wat de reden is waarom jij hier vandaag aan tafel zit? Ja, ik denk dat ik gevraagd ben in mijn rol als programmadirecteur Masterplan. Roy was een van de mensen die echt als eerste mij feliciteerde. Kritisch op het Masterplan. Ja. Kreeg ik meteen mee. maar ook heel trots dat ik het was geworden. Maar mijn persoonlijke relatie met Roy gaat echt 30 jaar terug. Ik heb Roy leren kennen toen ik 22 was. En jouw verhaal doet me erg aan de mijne denken. Dat ik op zoek was, ik studeerde in Utrecht en ik was op zoek naar meer binding met mijn Surinaamse roots. En toen werd ik via een vriendin geïntroduceerd aan Roy. En hij heeft me inderdaad meteen meegenomen op zaterdag Radio Kankan 3. Ga maar radio maken. En hij heeft me op sleeptouw genomen met Winston Koud. In die tijd liep hij altijd met Winston Koud. Dus ik liep tussen die twee mannen als meisje van 22 super onzeker en zoekende. En Roy nam me mee naar vergaderingen bij Salto. Hij werd een coach, hij werd een mentor. Hij heeft mij gestimuleerd. Roy was altijd aan het provoceren, altijd. Ook bij Salto. Toen, 30 jaar geleden, was Roy... Ik weet nog dat Salto bezig was. Ze waren bezig in die voorbereiden van Funix. Iedereen kent Funix nu. Toen was het nog een plan achter de schermen. En Roy was daar al bij betrokken. En hij nam mij daarin mee. Maar deuren gingen dicht voor Roy, omdat zijn tong soms te scherp was voor sommige mensen in die kamers. En toen zei Roy tegen mij, weet je wat, Sandra? Jij gaat het doen. Jij gaat een radioomroep starten in Amsterdam. We beginnen gewoon in Amsterdam. We gaan het gewoon doen. En dat werd MOSA. Dat wist ik niet. Dat dus, werd MOSA. Echt waar? Dus de Roy is echt de geestesvader van MOSA. Ik had het geluk dat ik op een plek werkte waar ik jongeren kon bereiken, waar ik met jongeren in contact kon komen. Maar Roy was er altijd. En zonder Roy was dit gewoon niet van de grond gekomen. Roy nam me mee naar Engeland. Hij had een reportage, hij was in Engeland. Hij wilde een reportage maken over black hair. Hij zegt, daar moeten we iets mee. En Roy en Winston Koud gingen naar Londen en ik mocht mee. Een jonge vrouw van 22. Ja, en dan, je leven gaat door, hè. Ik bedoel, bij mijn parktheater, Roy wist me altijd te vinden. Ik kom daar zo nog even bij op terug, om even bij de radio te blijven. Want daar is namelijk... Daar kunnen we elkaar allemaal vinden. Willem Stegeman zit ook aan tafel. Voor velen bekend als directeur van Funix. En nu mediadirecteur van Salto. Yes. Maar ook een van de grondleggers van Funix. Initiatiefnemers. Ja. Betrokken bij de opstart van Funix. Toch? Ik zeg toch niet... Ja, je hebt het opgericht, ja.
Radio verbindt Roshni al met Roy, Sandra met Roy. Jou natuurlijk ook. Jazeker. En weet je, in deze dagen denk je natuurlijk terug, hè, van wanneer begon dat? En dat begon begin jaren 90 kwam ik Roy tegen. En dat was bij Veronica. Of All Places. Op een zender die op dat moment allemaal Hollandse hits uitzond. Moet je voorstellen, Giel Montagne, Eddie Becker, vader Abraham werkte daar. Ik was daar nieuwslezer. En dat was op zondagavond was het programma Holland over Zee. En dat was bedoeld voor Caribisch Nederland, want die zender zat op de satelliet. En Roy was de correspondent voor het Surinaamse nieuws. En dan moet je voorstellen hoe dat ging. En iedereen die Roy kent weet hoe breedsprakig hij kon zijn. En dat werkt niet altijd heel goed op strakke radio, om het zo maar eens te zeggen. Maar wij wisten gewoon achter de schermen, als de correspondent in het draaiboek stond, Roy, die overigens gewoon vanuit Amsterdam het Surinaamse nieuws dan bracht, dan kon je rustig even naar de wc. Want dat duurde zomaar 3 kwartier. En we hebben wel meegemaakt dat het nieuws gewoon overgeslagen werd. Want dan kwam er een verhaal over de politiek in Suriname. En weet je, de mensen uit de gemeenschap kennen dit al, omdat Roy dit als tiener al deed in Paramaribo. En bij de Kakantri hier in de Belmer met een eerste piraat. En iedereen kent de man daarom, die breedsprakigheid. Maar je bleef luisteren, want het was bijna theater. En kijk, je hebt mensen die radio maken en je hebt mensen die radio zijn. En Roy is radio. Ja, mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Ja. Ja. Het leuke ervan is dat ik heb ook een link met hem op verschillende vlakken, maar ook vanwege de radio. Want toen ik een van mijn eerste dingen die ik hier deed in de Belmer, kwam hij naar me toe en zei: weet je wat jij moet doen, Dion? Misschien moet je solliciteren bij de radio. Ik denk dat je een goede radiopresentator zou zijn. Grappig, hè? Ja. Ja. Nou, ja, heb ik ook een tijdje gedaan bij Phonics. Ja. Dus, ja. Willem, wat maakt Roy zo speciaal in zijn hele zijn? Nou, ik heb hem eigenlijk in al die jaren op en af meegemaakt. En ik heb ook, denk ik, wel de verschillende fases van hem meegemaakt. In de jaren 90 kon hij ook fel zijn. Kon hij ook wel activistisch zijn. Toen ben ik met Phoenix bezig gegaan. Hij is in de politiek gegaan. Wij kwamen elkaar eigenlijk 6, 7 jaar geleden weer tegen. Allebei wat ouder, wat milder. Misschien een beetje wijzer. Een paar blauwe plekken erbij. En dat was een onmiddellijke klik in het weerzien. En een van die dingen die eigenlijk als een rode draad daardoor heen liep, in die verschillende fases, dat iedereen kende Roy. En het was de verbindingsofficier van hele netwerken. En ook in de jaren 90, er zitten hier aan tafel ook mensen die dat hebben meegemaakt, moest je leuren als het ging om aandacht vragen voor diversiteit. Was geen makkelijke omgeving. Roy was er een van de mensen die bleef leuren. En later konden we dan met Phoenix en Roy met Moza en in de politiek. En hij heeft dat altijd uitgedragen in die wijzere periode, die misschien wel de laatste 10 jaar en ook in die politieke tijd, is die veel meer gaan verbinden, denk ik. Nog meer dan hij al deed. Mm-hmm. En is die eigenlijk met dat idee van Braza gekomen. En dat idee is zo fundamenteel naar mijn smaak, omdat we leven toch in een samenleving die aan het polariseren is. En dan loopt die olijke Roy daardoorheen. Met zijn grote verhalen, die precies het omgekeerde uitstraalt. Wat nou polariseren? Verbinden. Mm-hmm. En dat is heel bijzonder. Ja. Hij had ook een hele bijzondere visie als het gaat om multiculturele lokale media. Hoe kunnen we zijn visie ook, hoe is dat te duiden en hoe kunnen we dat met elkaar bestendigen voor de toekomst? Toen ik hem tegenkwam 5, 6 jaar geleden weer, en toen heeft hij mij opnieuw kennis laten maken met Zuidoosten. Ik was niet helemaal van gisteren, van niks gedaan, dus ik wist wel wat. Maar hij heeft mij letterlijk inderdaad de krochten van Zuidoosten laten zien. En daar ook de schoonheid van laten zien. En dan ben je ook mekaars nieren weer even aan het proeven van hoe sta jij er nu in? En hij was daar heel duidelijk in. Ik heb het niet meer over diversiteit, want dat is gewoon een gegeven. Dat is voor mij geen doel meer.
Ik ben eigenlijk alleen maar bezig om dat gegeven te programmeren. En ja, ik vond dat wel een stap. Ja. Ik vond dat wel een stap waar heel veel mensen inderdaad ook in het hier en nu ook terecht aandacht vragen voor diversiteit en de kwaliteit die het aan de samenleving kan geven, was Roy in zijn hoofd al veel verder. Eigenlijk wilde hij dat niet eens meer bespreken. Hij wilde het gewoon programmeren. Hij wilde het gewoon laten zien. Hij wilde het gewoon uitdragen, klaar. Zoals jullie ook met MOSA Radio deden. Exact, dat was helemaal de visie vanuit MOSA. Dat je jonge mensen een stem geeft vanuit een vanzelfsprekendheid in wie ze zijn en wat ze hier doen. Hoe ze hier leven, hoe ze bewegen. Het was toen ook in een tijd, want ik praat ook inderdaad echt over 25, 26 jaar geleden. Het is gewoon bizar. Ja. Maar waarin je hoefde maar een krant open te slaan. En toen werd nog de term allochtoon gebruikt. Allochtone jongeren stonden in de krant en het was altijd negatief. En dat Roy ook zei, maar kijk naar MOSA, kijk naar onze jongeren. Dat is waar het over gaat. En dat is ook wat Roy, ook als we vergaderingen hadden... Nou, Tanja zit ook hier, die was er ook vaak bij. Dan kwam Roy onverwachts, want hij was niet altijd bij de vergaderingen. Hij kwam wanneer hij dacht dat hij moest komen, als hij iets te zeggen had. En dan kwam hij, dan nam hij het inderdaad over. En dan was dat zijn verhaal van, jongens, jullie gaan het doen. Laat je niet gek maken. Ga gewoon. Jullie hebben talent, jullie kunnen alles. Ja, dat werd Roy echt niet alleen voor mij, maar voor al die MOSA-kids. Ja. Roshni was een beetje zijn mentee. Jij ook. Welke levenslessen heeft hij jullie meegegeven die je ook de volgende generatie zou willen meegeven? Voor mij is het heel erg precies dat wat nu voor mij in dat masterplan ook terugkomt, is voor de mensen staan. Ik heb Roy voor de mensen zien staan. Ik heb Roy met jonge mensen, met mijzelf in gesprek horen gaan vanuit zo'n overtuiging. Dat je het kan maken, dat je dicht bij jezelf mag blijven. En ja, dat zijn wel dingen die ik echt meeneem en die mij ook gevormd hebben in alles wat ik daarna heb gedaan. Dankjewel. Ja, voor mij is in ieder geval de man die mij leerde dat je altijd moet denken vanuit de bal en niet vanuit de persoon. Weet je, hij heeft altijd. Ik heb heel vaak gesprekken met hem gevoerd over zijn vorm. Ik zei altijd: je bent veel te recalcitrant en dat maakt dat je verhaal niet goed overkomt. Exact. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt. In 2014 bij de gemeenteraadsverkiezingen werd hij als lijsttrekker van D66 in Zuidoost vrijwel de winnaar. Hij ging van 0 naar 3 zetels. De PvdA was natuurlijk nog steeds de grote, maar minder in zetelaantal gedaald. En kijk, in principe had hij toen ook een DB'er moeten worden. En dat zag hij zelf niet zitten, want hij wilde niet een keurslijf. Maar we hebben wel hele belangrijke gesprekken gevoerd. Wat ik van hem heb geleerd is altijd denken vanuit het grotere geheel. En in de laatste 12 jaren hadden we een hele intensieve relatie als het ging om een beetje het managen van zijn, even zo zeggen, zijn reputatie en zijn dingen die moesten. Want Roy is iemand die graag het liefst elke dag deed wat hij leuk vond. Maar er zijn in het leven ook dingen die moeten. En dat had onder andere te maken ook met zijn onderneming. Want hij is in 2018 is hij gestopt met de actieve politiek. En hij ging ondernemen. En we hebben toen de gesprekken gevoerd. Ik zeg, Roy, jij bent geen ondernemer. Jij bent veel te lief voor mensen. Je gaat alles gratis weggeven. Hoe ga jij je kosten betalen? Hij zegt, nee, dat komt wel goed. En ja, ik was altijd de realisme. Ik was eigenlijk de reality check in zijn leven. Dat heeft hij ook aan iedereen gezegd. Dus ik was geen voorstander van dat hij ondernemer werd. Ik vond dat hij voor verdere politiek in moest. Want dat is wat hij goed kon. Hij kon goed duiden wat er leeft op het veld. En dat weer overbrengen, zoals Jacob al zei, naar de mensen. Dus ja, ik heb in ieder geval geleerd van hem dat je altijd vanuit het grotere geheel moet denken. Zo sta ik ook in het leven. Maar wat ik ook heb geleerd is dat het opkomen voor de maatschappelijke zaak een prijs kent. Ja. En dat is het gesprek wat we ook moeten voeren. En dat hoeft niet nu, vandaag, maar wel. Ik denk dat het belangrijk is ooit te benoemen. Dat mensen die opkomen voor een maatschappelijke zaak daar ontzettend veel van zichzelf voor inleveren. En misschien is dat wel de leerles van de Royce. Misschien is het wel goed om daar even bij stil te staan. Want
Er zijn het afgelopen jaar en jaren überhaupt wel meer mensen ons ontvallen. Zeker hier in Zuidoost. En een aantal van ze hebben inderdaad echt een extreme maatschappelijke bijdrage geleverd. Wat ook echt vaak te koste gegaan is van hunzelf dan wel hun omgeving. Kan je, want ja. Roy was van het duiden. Ja. Dus kan je misschien ook duiden waarom we daar wat waakzamer voor moeten zijn? Nou ja, zonder in al te veel details te treden, is het wel belangrijk om aan te geven dat iemand die de hele dag bezig is met verbinden, die zichzelf niet beschermt tegen de verplichtingen in het leven, dat moeilijk gaat, ja. Iemand die niet in staat is om te weten van, nu moet ik bij de 10e aanvraag om te helpen, moet ik zeggen, ik kan niet, want ik moet mijn huishuur betalen. Als Royce missie is altijd geweest vanuit, ik moet iedereen helpen, ik moet verbinden, ik moet verheffen. Het is een hele creatieve man. Dus hij is altijd bezig geweest vanuit, hoe ga ik dit verbinden naar een next level en een next. Nou, het moment dat je mensen steeds vraagt om na te denken over iets, dat kost geld. En dat moeten we gaan beseffen. Dat geld, de maatschappelijke zaak dienen met zich meebrengt dat mensen zoals Roy dat niet als ondernemer doen. Ja. Maar het heeft wel weer zijn weerslag op andere dingen in je leven. En dat is. Ik denk dat we mensen die een maatschappelijke zaak dienen in de toekomst daarvoor moeten beschermen. Of er een vorm voor moeten vinden. Dus misschien iets wat je ook wel van hem hebt geleerd is hoe je niet moet ondernemen. Absoluut. Ja. Nou, ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik ben van mezelf al heel zakelijk. Dus ik heb nu mijn eigen bedrijf. En daar hebben we het vaak over gehad. En dan zei hij altijd tegen me, goh, ik ben zo blij om dat te zien hoe jij dat aanpakt. Want als ik net zo oud als jij was, had ik dat ook zo aangepakt, et cetera. Maar het heeft te maken met karakter. Ik ben van karakter zeer gestructureerd en erg realistisch. En Roy is een creatieve man die het liefst alles deed wat iedereen van hem vroeg. Ja, op een manier dat iemand ook in beweging moet komen. Precies. En Jacob, dat is ook vooral de keren dat jij vaak met hem in contact bent geweest. Dat die dingen duiden waardoor jij in beweging moest komen. Of in ieder geval waarvan hij vond dat je in beweging moest komen. Nou, dat viel eigenlijk reuze mee. Ja? Eerlijk zeggen, ja. Ik heb hem in een wat mildere periode leren kennen, duidelijk. Okay. Ja. Nee, we waren het eigenlijk vrij snel eens over dingen. Want wat ga je dan doen, hè, als dagelijks bestuurder? Nou, het was eigenlijk heel simpel. Probeer nou echt kleine, concrete verbeteringen. Dus en met ons Zuidoost, een aantal anderen, en de radio. Ja. Hielp hij elke concrete stap. En elke stap die een inwoner van Zuidoost zelf maakte, probeerde hij dan de schijnwerpers op te zetten. En te kijken van, hey, hier is een stap gezet. Dus ik kwam met Zuidoost Werk helemaal nog in het prille begin gewoon bij Razo langs. En dan kwam ik met een begeleider en met iemand die dan een baan had gevonden. En zo probeerde hij, zeg maar, die positieve zaken, die lukte gewoon op een goede manier onder de aandacht te brengen. En daar heeft hij mij en ook het hele dagelijks bestuur enorm mee geholpen. Ja. Je bent nu wethouder wonen. Je was inderdaad onderdeel van het dagelijks bestuur van Zuidoost. Ja. Je staat dagelijks in contact met honderden mensen. Wat maakt Roy nou zo bijzonder dat zijn overlijden jou ook echt zo ontroert? Nou, het is gewoon een warme persoonlijkheid. Mm-hmm. Dat is gewoon heel simpel. En wat ik heel fijn vond, in het begin zei ik Zuidoost heeft me zo'n warm welkom gegeven. Nou, er waren een aantal van dit soort sleutelpersonen die dat deden. Want om eerlijk te zijn, er waren ook best wel mensen die wat minder positief reageerden. Mm. Ja, dat hoort er allemaal bij als politicus. Je wordt niet automatisch geaccepteerd. En dat weet je als je daarmee begint. Maar hij wist automatisch dat ik nog helemaal aan het begin stond van de reis. En hij was gewoon bereid om met mij samen die reis te gaan maken. En daar ben ik heel blij om geweest. Wat is een van de wijze lessen die jij van hem hebt meegekregen? Een van de wijze lessen? Jeetje, dan moet ik er eentje kiezen. Hè. Goed luisteren. Mm-hmm. Heel goed luisteren. Dus dat geldt niet alleen voor Zuidoost, geldt ook voor Nieuw-West, geldt voor Centrum, geldt gewoon voor elke politicus. Niet te veel zenden, maar gewoon vooral luisteren en kijken wat speelt er in de samenleving, wat kun je proberen te veranderen. Maar ook een andere wijze les, wees eerlijk, wees duidelijk, wees scherp. En ik vond dat hij ook af en toe, ja, dat herken ik trouwens allemaal wel, duidelijk was van, nou, dit moet je misschien maar eens niet doen, want het is niet zo'n goed idee, die zit Zuidoost niet zo op te wachten. Dus ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik wel van hem heb meegekregen. Maar die passen ook wel bij mijn eigen karakter. Dus misschien dat het daar. Was dat ook hetgeen wat je het meeste aansprak? Ja, zeker.
Sandra, ik onderbrak jou net toen je nog meer vertelde over Roy vanwege... Helemaal goed. De verbinding die we hebben met betrekking tot radio. Wat wilde je nog meer zeggen? Je had het over ook de wijze waarop hij zich bemoeide toen jij nog zat bij de Bijlmer Park Theater. Ja, nou, het ging eigenlijk over dat je eigenlijk continu wel contact houdt. Meer en mindere mate. Er is ook een tijd geweest dat ik Roy echt heel veel minder sprak. En dan kwam hij weer aanwaaien in het Bijlmer Park Theater met iemand die aan amateurkunst deed. En hij zei, Sandra, daar moet je mee verder. En dan was hij weer weg. Ja. Zo van, nou, zoek het maar uit. Ga het maar doen. Ik vertrouw erop dat je het gaat doen. Ja, en dan deed ik het ook. Ja. En wat ik zeg, in het masterplan was hij echt een van de eerste die een voicemailbericht al insprak. Ja. En wat zei hij dan? Hij zei letterlijk, want ik heb het de afgelopen dagen heb ik het echt een paar keer afgeluisterd. Hij heeft meerdere berichten ingesproken. En het laatste bericht wat hij heeft ingesproken ging over de weerstand. Waarvan hij ook zei van Sandra, laten we praten. Dat gaat dus niet meer gebeuren. En het eerste berichtje was wat hij zei van, ik ben kritisch op het masterplan. Maar ik ben blij te horen dat jij het bent geworden. Ik ben trots, mijn oprechte felicitaties. Mm-hmm. En laten we praten. Ja. Toen hebben we wel gesproken. Mm-hmm. En het is frappant, want ik kreeg een paar dagen terug van André Reder kreeg ik een document. Iedereen gaat natuurlijk in de boeken en in de archieven. En André Reder stuurde me een document over het NP-bureau en ik las het. Ja, ik las het eigenlijk met pijn in mijn buik. Ja. Want dan praten we over een situatie. Ja. En ik herken die situatie volledig. Kan je de mensen thuis meenemen in wat er stond en hoe je de situatie herkende? Nou, dat je ziet in dat document dat er mensen zijn die zo vechten voor Zuidoost. Die zo vechten voor de participatie van de bewoners van Zuidoost. Die zo vechten voor het in de kracht zetten van deze community. Ja. En het had een stuk kunnen zijn wat ik gisteren had kunnen schrijven. En dat is pijnlijk. Dat er eigenlijk weinig veranderd is door de jaren heen. Terwijl zoveel mensen zich hard hebben gemaakt om... Tuurlijk, er wordt altijd voortgang geboekt. Het is niet dat we stil blijven staan. Maar het is wel pijnlijk treffend dat je zo'n stuk schrijft. En dat je denkt, ja, het is nog steeds legitiem. Maar dan nu vanuit het perspectief van het masterplan. Dus ja. Ga je het ook meenemen en integreren in het masterplan? Ja, het antwoord is ja. Mm. Tuurlijk. Ja. Ja. Okay. Rosny, jij was inderdaad, je knikte instemmend mee met... Ja, ik heb de periode van het NP-bureau zeer intensief meegemaakt. Wat is het NP-bureau? Het NP-bureau stond voor het Multiculturalisatie- en Participatiebureau, zeg ik dat goed? Ja. NP stond daarvoor en het was het bureau wat was opgericht. Het was de tijd dat de stedelijke vernieuwing van de Bijlmer begon, hè, met flats slopen, nieuwe woningen, nieuwe wijken, et cetera. Maar het was ook de periode waarbij problemen van Zuidoost vrij evident waren. Hè? Arbeidsmarkt, integratie, et cetera. En er zijn een heleboel mensen in Zuidoost, waaronder Roy, André, die vonden dat er tegelijkertijd geïnvesteerd moest worden in die sociale vernieuwing van Zuidoost. En er werden bijvoorbeeld beslissingen genomen volgens de bewoners over hun buurtje en hun wijkje en hun pleintje. En ze werden daar totaal niet bij betrokken. Hè? Dus dan kregen ze misschien een dag van tevoren een brief in de bus van, u heeft nog zoveel tijd om te reageren. Nou, dat vonden ze allemaal niet kunnen. Het NP-bureau is dus echt bezig geweest om burgers actief te betrekken bij de participatie in hun wijk, in hun straat. Maar het NP-bureau heeft ook de taak gehad en ook uitgevoerd om bewoners die van andere culturen waren en niet wisten hoe je bijvoorbeeld moest inspreken in de deelraad om je zegje te doen. Ze hebben daar letterlijk de tijd in gestoken om mensen op te leiden. Hoe ga je naar de deelraad? Hoe spreek je in? Hoe maak je je verhaal kenbaar? Je moet je voorstellen, we praten over een periode dat er ook ontzettend veel mensen natuurlijk in het Zuidoost woonden die niet allemaal de taal even machtig waren. Dus ook dat was een uitdaging. En er zijn
dagen, nachten, uren. Het NP-bureau kende ook geen werkweek van 5 dagen. Dat was gewoon een ongoing story. En ik was toen vrij betrokken daarbij, omdat ik ook de radio maakte. Ik moest ook het radiostation van Roy toen gaan managen, want hij had er gewoon geen tijd meer voor over. En dat was Kankan 3, toch? Dat was toen Faya Lobby. Oh, Faya Lobby. Faya Lobby, ja, ja. En nee, er is ontzettend veel bloed, zweet en tranen in het NP-bureau gestopt. Dus ik kan me heel goed voorstellen, ik heb André Rede lang niet gezien, maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij ontzettend veel déjà vu's heeft. En het is pijnlijk als je vanaf 2005 ontzettend hard bezig bent om te trekken en dan te verheffen van een community, dat dat om welke reden dan ook stopt. Maar dat waren ook onduidelijke redenen. En dat je dan vervolgens het wiel opnieuw uitvindt. En nu aan jou de taak om dat wiel goed verder te brengen. Maar ik kan me voorstellen hoe Sandra zich voelde toen ze het document las. Ja, ja. Ik kan me daar ook alles bij voorstellen. Want alles wat je nu gezegd hebt is heel herkenbaar in de discussie die we nu voeren hier in Zuidoost. Voordat we afscheid van jullie gaan nemen en de volgende nabestaanden uitnodigen, zijn er nog dingen die jullie graag zouden willen, die jullie graag kwijt zouden willen of de kijkers thuis mee zouden willen geven? Willem? Ja, de Wakker gaat morgen niet door. Maar we zijn op de achtergrond bij Salto, want daar heeft hij zoveel voetstappen liggen. Het personeel is volop bezig daar om alles mogelijk te maken en zichtbaar te maken wat er in de wijk gebeurt. Morgen om 2 uur, live op Salto, Gilly Koster en Yvette Forster. Met terugblikken, gasten ontvangen. De verhalen rondom Roy naar boven halen. Het programma hebben we genoemd Braza Tori. Dat is een co-productie overigens met de zender die Gilly heeft opgericht. Zondag gaan wij proberen alles in beeld te brengen. Dus zondagmiddag de herdenking waar mensen met COVID pas en weet ik het allemaal zelf kunnen komen. Maar voor de familieleden, voor de belangstellenden in Nederland en overzee zullen we het uitzenden op internet. En 's avonds live het programma van 6 tot 8, ook op Salto. En dan hebben we nog met iets heel bijzonders met John Leerdam. Ik wil het toch even kwijt. Roy was betrokken bij een toneelstuk, de Suriname-monologen. En dat zou in januari en februari ook in de theaters komen. De hoofdrolspeler was Roy in het verhaal waarin die Jopie Pengel speelt. Voor iedereen met Surinaamse roots bekend waar ik het over heb. Dat is dus nu even helemaal on hold. En wat daarmee gaat gebeuren, weten we niet. Maar Salto, dat gekke Salto, heeft in 2019 op verzoek van Roy, zoals dat ging, je kreeg een appie van kan je me over een uur daar ontmoeten? En 2 uur later stonden we met 3 camera's in een kerk te filmen. Dat was de Nieuwe Kerk. Daar hebben we zijn performance geregistreerd op zijn Salto's. Dus een beetje te weinig licht. Maar het is heel goed geworden. En we hebben John Leerdam deze week gevraagd om een introductie te verzorgen. We gaan dat zondagavond, hebben we net ook met Rosny afgesproken, zondagavond op Salto uitzenden. Ik weet dat AT5 het gaat uitzenden. Als een in memoriam aan Roy. En er zijn gesprekken om het in Paramaribo bij ABC. Ik kijk even Rosny aan. En bij RTV7 gaat het waarschijnlijk uitgezonden worden. Dus de media die hem altijd zo dierbaar waren, zijn aan boord. Mooi. Ja. Dankjewel. Willem, Jacob. Ja, ik wil afsluiten met een anekdote. Dat is de laatste keer dat ik hem levend heb gezien. Dan moet de voorzitter even de vinger in de oren stoppen. Want we waren bij... Staat de voorzitter dan? Ja, even vingers in de oren. Ja. Want we waren bij de onthulling van de Nelson Mandela monument. En we zaten een beetje achterin. En eerlijk gezegd, we hebben het programma een beetje aan ons voorbij laten gaan. We waren in geanimeerd gesprek. Maar toen was er opeens een karretje met schaafijs buiten het evenemententerrein. Daar moesten we dan naartoe. En niet overdreven, ik heb echt 6 keer schaafijs van hem gehad. Pijn in de buik, hield het net binnen. Maar ik durfde geen nee te zeggen, want hij was zo gastvrij. Ja. Mooi. Dat zeer zeker. Mooi, ja. Dankjewel. Ja. Sandra? Ja, ik zou eigenlijk alleen willen zeggen,
Ik zie deze week enorm een community opstaan. We hebben het natuurlijk al eens eerder gezien, ook met de rellen, maar nu weer met het verlies van Roy Risti. En ik hoop vanuit het masterplan dat we dit niet loslaten. Ik denk dat Roy dat ook zou willen, dat we dit vasthouden. Hoe we met elkaar nu ter ere van hem kunnen samenwerken. En dat mag ook best schuren, want ook het schuurt af en toe. Maar dat we het vasthouden en dat we dit blijven doen. Ik hoop dat we dat meenemen. Dank je wel. Ja. Roshni. Ja, tot slot. De vriendschap tussen mij en Roy was ook op basis van elke dag een gesprek hebben van, goh, wat heeft deze dag je geleerd? En de kwaliteit van de dag, want hij was natuurlijk in 17 sloten per dag. En ik wil meteen aangeven dat wat we vandaag hebben geleerd, want dat wil ik ook nu hier aangeven. Wat hebben we geleerd uit de dood van Roy, de plotselinge dood? Dat is iets wat hij al zei bij de dood van Stan Lokin. Dat is de grondlegger van de Kaseko. Ik denk dat Tanya hem natuurlijk ook kent. Ik hoop dat we nu ook weer hebben geleerd dat we moeten ophouden om mensen te eren wanneer ze dood zijn. Exact. Maar in het leven elke grani te geven. Ja, we gaan allemaal applaudisseren daarvoor. Ja. Want als ze dood zijn, hebben ze er niets aan, maar ze hebben wel elke kwalitatieve minuut van hun dag eraan besteed. Exact. Dank je wel, Roshni, voor deze mooie afsluitende woorden voor dit gedeelte van het programma. Lieve mensen thuis, blijven vooral zitten. Terwijl de mensen bij mij aan tafel nu wisselen voor de andere mensen aan tafel. Wissel ik alvast naar de twee Zoom-sprekers. We hebben Carol Sastro. Die is er. Zie je mij, Carol? Ja. Ja, mooi. Voorzitter van Platform Gehandicapten Zuidoost natuurlijk. En we hebben Clyde Esseboom, bekend als Pokoeman en grote vriend van Roy. Laat me de eerste vraag ook aan jullie stellen. Wat maakte Roy zo bijzonder? Wie mag spreken? Oh, sorry, Clyde. Oh, aan Clyde. Nou, weet je wat het is? Roy gaf je een... Ik heb Roy zeker 35 jaar gekend. En Roy gaf je een vertrouwelijk gevoel, ja? Als hij, als het nou was dat hij gewoon, zeg maar, net wat Willem zei, dat hij bijvoorbeeld een uur van tevoren belde en zei van, kijk, dan ging het als volgt. Twee boksen, drie microfoons, standaard. Ik zie het zo, brak. Dus de wijze zoals hij dat bracht, had je niet eens tijd om te vragen, maar wat gaan we doen nog? Hij slaat een bepaalde rust uit. Ook al was het onderhuis bij hem dat ik hem bij tijd en wijle gewoon, dat mag gezegd worden, want meestal als mensen dood zijn, hoor je alleen maar die positieve dingen. Af en toe was hij ontzettend chaotisch, ja, ook dat. Maar in dat stukje wist hij toch nog goed te managen, dat je gewoon die taak uitvoerde. Dus het was zo fijn om die dingen met hem mee te maken. En dan ging hij weer weg, rustig. Hij vertrok gewoon, net zoals hij, zeg maar, heen gegaan is, zeg maar. Ja, zo vertrok hij dan. Hij kwam met zijn boodschap en that's it. Dus Roy was een... hij was inderdaad een verbinder, ja. Hij wist precies van, kijk, op die hoek zit die persoon, die heb ik nodig. En op die andere hoek zit die persoon en die drie, vier mensen heb ik vandaag nodig. En hij wist het er weer van elkaar te krijgen, dus ja. Echt, heel bijzonder vind ik dat. De snelheid waarmee hij soms kwam en een verzoek... nou ja, niet eens indiende, maar je verplichtte om daarmee aan de slag te gaan. Zo snel ging hij ook eigenlijk weer weg. Ja, voor hem was het normaal. Hij wist gewoon zeker van, als ik kwijt ben, is oké. Okay. Net zoals je ongetwijfeld ook geweten, als ik binnen ben, dan komt het wel goed. En zo, nou, Sandra ken ik ook al een paar jaren, om het zo te zeggen. Jaren terug. Nou, iedereen beaamt het. Iedereen kan dat beamen. Dat, en hoe hij ermee omging, hij maakte ook tijd voor je op dat moment. Maar als hij weg was, was hij ook echt weg, hè? Ja. Maar op het moment dat hij netjes stond, maakte hij alle tijd voor je. En je kon met hem praten, je kon hem alles vragen. Nee, heel bijzonder. Dat heb ik heel bijzonder gevonden van hem. Ja. Dankjewel. Ik kom zo nog bij jou terug. Carol, ik zei het al, voorzitter van Platform Gehandicapten Zuidoost. Het is belangrijk om dat te noemen, omdat Roy Risti daar ook een belangrijke rol in heeft vervuld, hè? Dat jij überhaupt daarmee begonnen bent. Ik was al aangenomen als voorzitter van het platform.
Maar in die functie, zo heb ik Roy leren kennen. Roy was onze agenda 22 man. En agenda 22 is de voorloper van de wet. De wet voor gehandicapten. Het wordt niet zo genoemd, maar ik ben het nu even kwijt. Maar anyhow, ik zou Roy geen eer aandoen als ik nu niet meteen mijn werk doe, zoals hij dat van mij gewend is. En dat is dat ik nu vertel dat ik daar niet bij jullie ben, omdat, omdat het gebouw bij jullie niet toegankelijk is. En er is ook geen invalide toilet. Dus, en zo kende Roy mij ook. En als je dit doet, dan heb je daar moed voor nodig. Want je bent vaak in het veld bezig om te strijden tegen ontoegankelijkheid. En moed is er niet vanzelfsprekend. Af en toe heb je mensen nodig om je even een duwtje in de rug te geven. Om je positieve energie te geven. En dat was Roy voor mij. Die keren dat ik hem zag, hadden we het bijna altijd over het werk. Maar hij waardeerde het altijd wat ik deed. En, ja, en dat omgekeerd waardeerde ik dat ook aan hem. Ik ga je even onderbreken, want ik denk dat Roy stond bekend om dingen te duiden en te bestendigen. En voordat we er snel aan voorbij gaan, hier in Nieuw Metropolis Zuidoost van Pakhuis de Zwijger. Maakt hele toffe programma's, daar was Roy ook altijd heel erg enthousiast over. Maar het gebouw is inderdaad alles behalve toegankelijk. Dus dat moet inderdaad geduid worden, want dat is de reden waarom jij hier niet bent. En het bestendige zit hem in de mogelijkheden die nou ja, bedacht moeten worden om ervoor zorg te dragen dat dit gebouw wel wat toegankelijk gemaakt wordt. Jammer dat de wethouder wonen al van tafel is, maar misschien dat we daar nog via een gesprek mee kunnen voeren om wat te regelen. Sorry, Carol, ga verder. Ik moest ook even gniffelen, over agenda 22 gesproken. Ik moest ook even gniffelen wat Roy heeft in zijn tijd dat hij in de raad zat. De stadswilraad heeft die 66 moties ingediend. En daar waren ze eigenlijk niet zo blij mee inderdaad. Maar ik moest er wel een beetje om lachen. Want het was echt een rooie manier om dingen te duiden. En wij zaten ook tussen die 66 moties. Dus agenda 22. Maar doordat het 66 moties waren, raakte dat een beetje ondergesneeuwd. En dat heeft hij weer goed gemaakt door daarna weer een motie in te dienen om alle evenementen in de geest van agenda 22 te organiseren. En die motie is aangenomen. Dus toen konden wij beter ons werk doen. We hebben ons dan heel actief bezig gehouden met de toegankelijkheid van Kwaku. En het is ook een heel stuk verbeterd. Maar dankzij dus dat Roy die motie heeft ingediend. En dat is dus kenmerkend. Roy is volgens mij de enige politicus die ik ken die zo vaak agenda 22 in zijn mond heeft genomen, maar dat ook in daden heeft omgezet. En natuurlijk zijn er ook andere politici die daarover van zich lieten horen. Maar ik ken geen andere persoon die dat zo vaak gedaan, daar wat mee gedaan heeft en het zo vaak in de mond heeft genomen. Hij kwam ook heel vaak naar onze bijeenkomsten. Dus ook een politicus die het meest naar onze bijeenkomsten kwam. En ook eentje met wie ik het meest sprak. En dat was dus zo opvallend aan Roy. Hij had echt aandacht voor de zaak. En als hij inderdaad met je sprak of bij je was, dan ging de aandacht ook naar jou uit. Dus dit is ook meteen een oproep aan de politici om het stokje van Roy over te nemen voor het platform Gehandicapten Zuidoost. Toch, Carol? Ja, maar ik wil daarmee niet zeggen dat andere politici het niet goed doen, hoor. Nee, maar het kan wel beter. Dat extraatje. Het kan beter. Het kan beter. Ja. Zie je, ik neem even de rol van Roy gewoon over om dat beter voor hem te geven. Hoewel ik daar eigenlijk ook wel stiekem onbekend sta om dit soort dingetjes te doen. Mm-hmm. Misschien dat ik daarom ook gevraagd ben om het gesprek te modereren. Dankjewel, Carol. Ik kom zo meteen ook nog bij jou terug. Aan tafel zitten onder andere stadsdeelvoorzitter Tanja Yadnanan Singh. Zitten Ria Bra Frenko en zit Nuria Arbones Aran van de HVA. Voordat ik met Nuria en Tanja in gesprek ga,
Ria, ik denk dat het belangrijk is om met jou te beginnen. Want jij bent begonnen met het maatschappelijk leven hier in Zuidoost op te bouwen samen met Roy. Kan je ons terugnemen in de tijd? Ja, dat gaat best wel verder terug dan die 2005 die genoemd is. In 1999, toen stond het NP-bureau een jaar. Ik was daar al aangenomen in als samen met mijn collega Roy Wijks, als twee van de projectadviseurs die dat allemaal gingen doen. En waren wij op enig moment helemaal in het vernieuwingsproces gerold. Want aanvankelijk gingen we met bewoners de onmogelijke taak die we hadden om de ESF-subsidies te vertalen naar bewonersinitiatieven. Want je moet je voorstellen, in die tijd bestonden er geen bewonersinitiatieven. Totaal geen participatiestructuur. Helemaal niks. Dus de roep die er was geweest, hè, vanuit de ontevredenheid die er was van de koloniale structuur die er toen was. Hè, wit stadsdeel bestuur en wit ambtenaren top en de burgers eigenlijk daartegenover, of misschien in de uitvoering, de schoonmakers, die waren misschien wel zwart. En dat was het dan ook. En in die tijd was het dus echt heel belangrijk dat die bijlmer die toen op de schop gezet zou gaan worden, dat mensen gemobiliseerd zouden gaan worden, bewust zouden gemaakt zouden gaan worden, dat ze ook iets daarin te brengen hadden. En die mobilisator, die hebben we gevonden in Roy Ristie. Hij is in 1999 ons team komen versterken. En juist ook omdat hij die radioman, die mediaman was en de marketingstrateeg tot en met, hebben we zo'n ontzettende geweldige samenwerkingspartner aan hem gehad. Dat wij echt zulke geweldige participatiebijeenkomsten hebben georganiseerd die ze weer gaan niet kenden. Je moet je voorstellen dat OSB helemaal bomvol, afgeladen vol zat met mensen. De nieuwe stad helemaal bomvol. Dat wethouders helemaal verschrikt en maar tegelijkertijd enthousiast. En niet weten hoe ze het hadden. Dat er voor het eerst hadden ze het idee dat er zoveel zwarte mensen waren die wel degelijk mee wilden denken, mee wilden praten, mee wilden beslissen over hun woon- en leefomgeving. En ja, dat markeerde een hele belangrijke periode. En net als wat Roshi al vertelde, we hadden ook een heel team, hè? André Reder en anderen die waren echt ook bezig om mensen die mee hadden gedaan aan al die informatie en participatie bij inkomsten, om de consultatierondes, om die helemaal klaar te stomen om daadwerkelijk ook het formele traject uiteindelijk hun zegje te kunnen doen. Dus we hebben best wel heel wat bereikt. Juist in die periode is het begonnen. En ik weet nog, ik was toen supervisor van dat project. En ik heb Roy ook toen aangenomen, als het ware. En jaren later ben ik helaas zelf laat me het even anders zeggen. Ik heb samen met Roy, we hebben het zo geduid van, we zijn samen maatjes en partners in de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid. En jaren later, toen ik zelf mijn eigen strijd voerde, omdat ik in een burn-out kwam en me heb teruggetrokken, en daarom ben ik waarschijnlijk in die periode van 2005 niet zo in het vizier geweest, want juist in die periode speelde dat allemaal, kwam ik hem ineens tegen in die periode waar het ook net over ging, dat het NP-bureau opgeheven zou gaan worden. En alles was dan, eigenlijk was het al net gebeurd in 2006. En Roy zei, ik zag me nog helemaal staan voor de Albert Heijn, kwam elkaar tegen. Want ik had me heel erg afgesloten, omdat ik echt ging niet goed met me toen. En Roy schreeuwde en hij zag me en hij zei, mijn maatje, waar was je? Ik was je kwijt. En opeens had ik geen mentor meer. Weet je wat het voor mij betekende dat ik allemaal alleen moest doen? Waar was je? Je moet nu snel terugkomen. En dat heeft me zo aangegrepen. Omdat ik op dat moment ben ik juist op mijn lowest. En Roy geeft mij dan op dat moment, hè, die grani waar we het over hebben, van praten over een periode dat hij me heeft ervaren juist als een grote steun en te verlaat en zijn mentor om dat te doen. Hij zegt, door jou ben ik ook in de politiek gegaan. Wat heel bijzonder is, want we hebben gesproken nu over hoe Roy een mentor is
geweest voor velen. Ja. Maar vaak heeft het ook bepaalde inspiratie nodig om een mentor te kunnen zijn voor anderen. En als ik, ja, als ik jou zo goed hoor, ben jij dat geweest voor hem, klopt, onder andere. Klopt. Ja. En het heeft me heel veel gedaan toen. Het heeft me ook heel veel kracht gegeven. Juist ook om in mijn terugvechten om terug te komen. En dat is ook wel goed gelukt. Ja, goed. En we gaan dan de volgende stap maken, maar dan ben ik te snel bezig, want we zijn nu over het duiden. Ja. Wat hij heel goed was, wat hij heel goed deed, het duiden. Het duiden, wat we nu eigenlijk in moderne termen noemen we het, hè, eigenaarschap bevorderen. Dat mensen eigenaarschap gaan nemen over hun eigen woon- en leefsituatie. Over hun eigen leven, over hoe ze willen dat hun buurt en een stadsdeel eruit komt te zien. Over meer gehoord worden en gezien worden. En serieus genomen worden en met respect bejegend worden. Al die dingen hebben wij toen met Roy samen in al die campagnes in praktijk gebracht. Hè? Daar voor het eerst hebben we ook daar de term geïntroduceerd van, we willen niet over sleutelfiguren praten, maar over sleutelpersonen. Als het teken van respect. Dat het mensen zijn. Mensen zijn. En voor het eerst hebben we toen ook daar de moeilijke, maar wel hele off-the-box gewoonte in gang gezet. Om sleutelpersonen die meededen aan het meehelpen, ontwikkelen en veranderen en beïnvloeden van het proces, dat die ook vergoed gingen worden. Hmm. Daar is het ook ontstaan. En, dat is eigenlijk wat Roshni ook zegt, hè? Ja, dat je het ook, ja, op waarde moet schatten. Op waarde omdat schatten, het, ja. Het leveren van een bijdrage voor de samenleving, ja, voor de buurt, voor de wijk, voor misschien een persoon of personen, ja, in je omgeving. Ja. Dat moet ook op waarde worden geschat. Zeker. En kijk, het heeft natuurlijk ook heel veel tegendruk veroorzaakt. Maar tegelijkertijd waren wij ook bezig om tegen druk te organiseren. Je moet je voorstellen dat in die Patrick van Beveren, ik weet niet of jullie het onderzoek kennen van Patrick van Beveren, hij is gepromoveerd in 2014, dacht ik, over bewonersparticipatie in de Bijlmermeer. En ik las vandaag nog toevallig een van zijn quotes van een van de ambtenaren die toen betrokken was in dat proces. En die zei, nou, in medio jaren 90 was het niet zo vanzelfsprekend dat bewoners werden betrokken bij het vernieuwingsproces. Het was meer een kwestie dat wij als ambtenaren dat gewoon deden. En ja, dat was het dan. Maar door tegendruk van buitenaf hebben we die ommezwaai moeten maken. En toen dacht ik van yes, precies dat. Die tegendruk, dat hebben we heel goed op die momenten hebben we dat ingezet. En ik, toen ik jaren later weer bij het stadsdeel dat was een andere, er waren er intussen al allerlei rondes geweest van allerlei bewonersinitiatieven, mogelijkheden ontstaan. De wijkaanpak was geweest en ik kwam in het hervormingsprogramma Stedelijke Ontwikkeling, de HSV, de focuswijkaanpak. Toen heb ik dus ook van Holendrecht en Rijgersdorst. Van Heilenhoog, ja, Rijgersdorst, bij mijn centrum. En ja, klopt. Velsenpolder enzovoort. Ja. En het fascineerde mij ook dat er al zoveel toch, want de emotie van we zijn al zo ver gekomen en toch weer dat gevoel hebben dat je toch dezelfde problematiek weer ziet. Hè? Net als hoe Sandra dat heel emotioneel heeft kunnen duiden door het bericht van André toen. En toch was het zo dat het mij heel erg verheugde om te zien dat er wel stappen waren gemaakt. Dat we in elk geval initiatieven konden indienen als bewoners. Dat er een hele participatiestructuur is. Dat gebiedsontwikkeling nu. Het is ondenkbaar dat er geen participatie, ja, daarin op een serieuze manier wordt gedaan. En de zaadjes zijn dus eigenlijk al gelegd in de jaren 90 toen. Ja, wij waren onder leiding pioniers. Van jou en, ja, we waren in samenwerking met Roy. Ja, en toen, net als wat ik zeg, toen bestond het er allemaal niet. Maar wij hebben het juist door die tegendruk, door het mobiliseren van mensen, om laten zien dat er wel degelijk legitiem is dat mensen er wat van vinden, dat hun eigen woon-, leef- en sociaal-economische omgeving, of in welzijn, alles was ermee gemoeid. Ja. En ik denk dat ik ook in de verleiding kom om nog te zeggen,
Niet te veel, hè? Nog niet te veel, hè? Nou, dat wij toen een beetje de eerste gentrification-golf een beetje zijn tegengegaan. Oké. Ja. Want wat we ook toen hebben geagendeerd... wie in de Bijlmer wil blijven wonen... moet kunnen blijven wonen in de Bijlmer. En dat is gehonoreerd. Dat is een van de belangrijke dingen toen... waarvan ik zeg van, nou... we hadden toen eigenlijk al een beetje dreiging daarvan... van die gentrification-golf. En, nou... Dat is mooi. Nee, dat is mooi. Dat is een stukje duiden. Precies, ja, heel mooi. We gaan het zo meteen hebben over het bestendigen. Ja. Maar we hebben het nu gehad over, hè, voor de mensen thuis, we hebben het gehad over, Roy, de politicus. Roy, de constructieve criticast. Roy, de sleutelpersoon. Maar Roy was ook een muzikant, wat veel mensen niet wisten. Hij was zelf ook muzikant, sowieso een muziekliefhebber, maar zelf ook muzikant. Clyde. Zou je misschien wat kunnen vertellen over de achtergrond van Roy met muziek... en wat hij betekend heeft voor muzikanten hier in Zuidoost? Nou, het feit alleen al... Kijk, Roy heeft als op jonge leeftijd heeft hij viool gespeeld, onder andere. Heel scherp gehoor kan je duidelijk zeggen... van welke frequenties niet oké zijn en dat soort zaken. Heel muzikaal was Roy zelf en... in verschillende genres, ook dat. Dus niet alleen dat je zou denken van, kijk, als je op een feestje kwam, dat ik kom, waar hij dus lachte en die grap maakte, kon je ook naar me kijken, dat hij wel zegt, maar die noot is volgens mij niet helemaal goed, maar daar lachte hij weer of zo. Nee, hij was heel muzikaal. Ik weet dat hij viool gespeeld heeft. En ik ken geen andere instrumenten die hij zelf bespeelde. Dat weet ik niet. Nee. Ongeveer 35 jaar heb ik dat niet geweten. Pardon, die valt weer? Nee, Ria vulde aan. Ja. Ik begreep dat hij ook de polk heeft gespeeld, toch? Dat was een filmpje. Dat zou best kunnen. Die informatie is mij niet, is mij niet bekend. Maar Clyde, dat is wel bijzonder. Want jij bent toch wel een van de pokoe-mannen hier in Zuidoost. En als jij zegt, nou, hij had wel echt goed gevoel en een oor voor muziek en zeker bepaalde tonen. Dat betekent dat het niet een hobbyist was... maar eigenlijk gewoon iemand met echt wel bepaalde kennis en kunde. Zo zie je, bijvoorbeeld als je ergens speelt, heb je danspubliek. Je hebt een luisterpubliek. Hij was een kruising tussen die twee, luisteren en dans. Hij had momenten dat hij echt de clown was, dan was het gewoon dansen... en dan maakt het niet uit of je vals of dat je dat speelde. Maar het moment dat het ging om het ding waarvoor je moest staan, was hij en heel kritisch. En dan kon je duidelijk zeggen van, kijk, dat hoor ik niet of dat verwacht ik van jou. Daar was hij heel goed in. Maar dat kun je toch ook zien, man is DJ geweest. Man, een goede keuze, goede smaak. En kon je precies zeggen van, kijk, na dit nummer, dan moet je niet doen. Want die mensen die daar zitten, weet je, dat is niet interessant voor hun. Dat nummer moet je... Ja, nee, geniaal hoor. Echt, dat waren echt dingen van... Maar Roy, als ik wil zeggen van, dat je hoeft er niet... Dat is, nee, oh, iets anders. En gaf je hem een instrument, de hele houding voor die man stond... zou je denken dat hij, nou man... Hij speelde ouder op los, als het ware. Nou, het was echt een fatsoen en een lust om naar te kijken hoe hij met dat soort dingen omging. Soms kun je denken van, kijk, kwam je in een sessie... en dan leek het alsof hij mee jamde. Maar hij was ook een soort van scout, hè. In dat stukje werd je eigenlijk gewoon gescout. Want hoe kwam ik iets dichterbij in contact met Roy? Dat was ik speelde in een groep die heette de Young Sound. Dat was de band van de band. Er waren een paar jochies van 13 jaar. Die waren dus een band begonnen. En twee van die jongens, Risty, Tero en Marlon, daar waren ook familie van. Dus zo kwam ik erg in contact met Roy. En hij riep me een keer, hij zei tegen me, weet je zeker dat je alleen deze muziek wil spelen, zei hij tegen me. Hij zei, is goed hoor, is goed dat ik deze muziek, want je bent Salamang, die moet je kunnen spelen. Hij zei, maar ik zie toch heel iets anders bij jou. En dat is op later, dus jaren daarna, een jaar of 10 daarna, contacte hij me. Betrok hij me in programma's waar ze of muziek nodig hadden,
of geluid nodig hadden, et cetera, en dat soort zaken. Ja. Want hij had gewoon een oog voor dat soort dingen. Zelf bekijken. Dat is wat je doet. En eigenlijk zo vreemd, hè? Als hij je zegt, dat is wat je moet gaan doen. Het leek alsof je bijna geen weerwoord had of iets. Maar dit... zeggen van... Dat is één ding wat volgens mij voor de mensen thuis die hem niet kenden, dat is in ieder geval iets wat ze gaan onthouden na aanleiding van dit programma. Je kon niet zomaar een weerwoord geven. En dus blijkbaar ook heel veel liefde en talent voor muziek. En ook oog voor talent. Want ik begreep toen ik hier aankwam al van verschillende mensen dat de eerste optreden die ze hebben verzorgd, hun eerste muzikale optreden, was ook met dank aan... aan Roy, dus dat is ook wel heel erg bijzonder. Dankjewel, Clyde. Er zijn nog twee mensen bij mij aan tafel. Stadsdeelvoorzitter Tanya Yadnan Singh en Nouria Arbonnes Arand van de HVA. Nouria, jij hebt vanuit de HVA ook veel met Roy samengewerkt. Kan je daar misschien iets over vertellen? Ja, zeker. Graag natuurlijk. Dat begon 7 jaar geleden. Dus het is toch wel een hele tijd. En ja... Het begon ook omdat we, weet je, zo'n onderzoek van meer toerisme in Zuidoost, zulke zaken, om Zuidoost ook op de kaart te zetten. En dan was het heel interessant om, weet je, te komen hier van even kijken en dan zulke mensen treffen. Dus dat was geweldig. Roy Risti was bijzonder vanaf het eerste moment, maar ook meerdere. Hè? Zo mijn interesse voor Amsterdam-Zuidoost was al eerder gekomen. Ik probeerde toen met mijn onderzoek te begrijpen wat de beelden waren van Amsterdam in het geheel, zeg maar. Wat de denkbeelden, wat de ideeën waren. En de ideeën in Amsterdam-Zuidoost met mensen zoals Belmer Stijl. Ik weet niet of ik het goed zeg, hè, maar... Ja, Belmer Stijl van Ruby Koblijn en Gideon Everduim en Jerry Afrië. Dat was heel interessant. Het was gewoon een beelden van jonge mensen. Ik weet dat ik jullie toen ook met Control Alt Delete een beetje later... Weet je, om te begrijpen wat zijn de dingen die de Amsterdam van nu... We kunnen zeggen van wat internationaal, wat interessant. Maar wat maakt plekken interessant? Maar Roy Risti kende ik nog niet... Pas toen we hier kwamen werken, werden we echt ontvangen op de gemeente. Heel fijn, super samengewerkt. En toen was Roy nog inderdaad politicus. Tenminste, niet dat hij daarna niet meer is geweest, maar hij had zo'n rol. En het was wel meteen heel zichtbaar hoe talig en ook verscheiden hij was met zijn ideeën. Dus... toen had hij ook al zoiets van... Kon ook goed overtuigen, dat hebben we vandaag ook. Ja, weet je, maar ook inderdaad... wij hebben van, oké, toerisme hier, maar we willen niet zijn... het deel van alle toeristen die wij niet in het centrum willen. Hoppa, naar buiten. Dus hij was ook heel erg serieus in zijn dingen. Dus het was ook wel heel meteen... Beschermen van Zuidoost. Precies. Ja. Dus wel goed, maar dan moeten we inderdaad op een manier doen... dat het goed is voor Zuidoost. Dat het ook geld brengt naar Zuidoost. Ja. Dat het ook weet je, de infrastructuur gaat verbeteren. En hij had daarbij zulke goede voorbeelden van een rode loper. Weet je, wat later ook zulke metaforen zijn ook gebruikt. 2 jaar geleden bijvoorbeeld opnieuw. Weet je, van hoe verbinden van de ene kant naar de andere. Dus dat was ook heel plastisch en heel mooi. En ik denk dat deze mooie hersenen, dat intellectuele... En ook dat degelijk, weet je, dat was dus het begin van onze samenwerking. Want hij was niet alleen zo fijn met mij, zeg maar het was gewoon met onze groep. Ja. En met onze studenten. En nu veel van wat we hier hebben besproken vandaag, dat weten heel veel mensen die hier nu zijn ook niet. We hebben namelijk een verrassing. Daar had je ook een presentatie voor, maar die werkt helaas niet. Kan je ons meenemen in het bijzondere wat we nu gaan creëren voor Roy? Ja, maar de presentatie werkt niet. Dat is goed dat ik dat weet. Want ja, het is gewoon natuurlijk een heel verhaal, zeg maar. Maar er waren verschillende stukken die maakten dat Roy Risti bijzonder interessant ook was. Dus niet alleen maar positief, maar echt interessant. En in die zin begonnen we ook een beetje van die metaforen... met de manier waarop hij de straten als medium begon te
beschrijven. Weet je, de parade is niet alleen een parade, maar het is ook iets wat conceptueel heel sterk is. En van wie zijn de straten? En het bedenken van wat is eigenlijk iets wat verbindt en waarom? En dat is omdat we oude structuren opnieuw reactiveren. Dus een parade is iets wat we kennen, maar ook met nieuwe protocollen. Dus al deze super interessante ideeën begonnen een beetje te worden van, hey, we moeten hier eigenlijk een soort brassalogia. Brassalogie. Ja. Is een nieuwe term wat nu geïntroduceerd is. Ja. Brassalogie. Om maar zijn filosofie te bestendigen, om zijn filosofie. Hebben we nu brassalogie. Zoiets, dat was het. Ja, zo, ja. Maar dat heeft. Roy, het was een beetje lachen allemaal. Ja. Het is ook wel belangrijk natuurlijk om te weten dat ideeën overal zijn. Dus het is niet alleen de ideeën van Roy, maar de manier waarop sommige mensen in het bijzonder in een staat zijn door een bepaalde mix van intelligentie, karakter, weet je, perceptie. Om verder te gaan, weet je, Zuidoost, maar Zuidoost is de brug naar de wereld. Ja. En daar heeft hij met ons, met onze internationale samenwerking met veel steden in Europa en verder, ook heel erg goed begrepen. Ik kom oorspronkelijk uit Barcelona. En het idee van een straat is een hele belangrijke. De straten zijn van ons, zeggen we altijd. Dat is ook een soort verzet, weet je, van wie is de straten, van de mensen. Dus al met al, met samen. Dus een combinatie van zijn persoonlijkheid, zijn trackrecord, de dingen, de sporen die hij verdiend heeft, zijn rol in Zuidoost. Precies. Zijn kwaliteiten, zijn brassalogie. Zijn brassalogie en dan toch wel die nederigheid. Mm-hmm. Het begrip, weet je, van ook het delicaat, verfijnd. Het respect waar wij iedereen van ons heeft altijd, weet je, behandeld. Willen helpen, weet je, van, oh, weet je, dat samen. Maar dat delicaat en willen luisteren. Ja, jammer om de beelden, maar we gaan veel doen. Dus, en tot wat alles heeft dit nu geleid? We kunnen mensen niet langer in spanning houden. Nee, ja, en dan inderdaad, van, het zou brassen. Congres zou plaatsvinden in 24 november, maar dat was gecanceld. Maar toen hadden we al een voorstel begonnen te maken om hem inderdaad een doctor honoris causa te starten. Oké, nog één keer, een wat? Dat zeg ik ook. Een doctor honoris causa is een ere doctoraat. We moeten het natuurlijk wel in gang zetten, er is heel veel werk aan te doen. Er is ook zoveel verteld vandaag dat ik ook niet eens wist. Weet je, van, dus er is natuurlijk iets wat gedragen moet worden, maar we denken dat heel belangrijk is. En dat had ik gelukkig een beetje wel aan Roy verteld. En hij, dus hij was ervan op de hoogte, ja, voor de mensen thuis en de nabestaanden, hij was ervan op de hoogte dat hij een eredoctoraat zou krijgen. Een klein beetje. Dat hij daar misschien voor in aanmerking zou komen. En dat is dus nu bestendigd. Dat moet gedragen. Daarom is het zo mooi om met Tanja ook met. En daarvoor is Tanja ook hier. Want Tanja staat voor kennisoverdrag en verbinding. Ja. Liefde, licht en leiderschap. Ja. Wat ook heel erg past bij Roy. Ja. En jij neemt die eredoctoraat van Roy Risti. Ja. Namens de nabestaanden in ontvangst. Ja. Toch? Ja. Maar we gaan ervoor. En inderdaad, niet alleen het eren, zou ik zeggen, maar dat het bestende, het vastleggen, zodat we elkaar verder kunnen, zo eraan werken om dat goed te. Om de brassologie te ontwikkelen. Ja, mijn goede publiek. Mooi, hè? Met de encyclopedia. Kunnen we even applaus geven? Dus jullie zijn helemaal stil van. Ja. De mensen thuis horen het niet, maar er is echt een soort van oprechte stilte gevallen hier in de studio. Van wauw, dat is echt heel bijzonder. Tanja, waarom is het zo bijzonder en wat een eer dat jij het ook in ontvangst mag nemen. Ja, nou, jullie kennen me allemaal als iemand die altijd heel veel te zeggen heeft. Maar we zagen me heel stil zijn vandaag. En dat is ook omdat toen ik het hoorde was ik zelf behoorlijk ontroerd. Om twee redenen. De eerste, belangrijkste, Roy. En de tweede was, ik ben zelf anderhalf jaar geleden naar Suriname gegaan omdat mijn eigen vader een eredoctoraat kreeg. En dat had ik aan Roy geappt, want we hadden een afspraak. En ik zei, Roy, die afspraak ga ik niet nakomen, want ik ga naar Suriname, want mijn vader krijgt een eredoctoraat. En toen zei hij, dan moet je vader zeggen dat ik, mijn vader schrijft allerlei gedichten en toestanden en ook reviews van anderen. En zei, het boek van je vader heb ik altijd naast mijn bed.
En dus dat was heel leuk. Maar hij zei, Massang, leuk hoor, een eredoctoraat. Zo deftig. En dan is het zo mooi dat hij nu zelf... Zo deftig. Zo'n deftige geweldig. Titel krijgt. Zo'n deftige titel krijgt. Geweldig. En dat past hem ook precies. En het past ook gewoon in het hele narratief waar we mee bezig zijn met Zuidoost. Want je hebt die vraag niet aan mij gesteld, maar ik ga hem toch lekker beantwoorden. Namelijk, wat heeft Roy mij geleerd? Mm-hmm. En dat was toen ik hier in stadsdeel Zuidoost kwam. Kijk, zo'n mooie foto. Schitterend. Mm. Ja, schitterend. Die hadden jullie niet moeten laten zien, want nu ben ik dus, word ik emotioneel. Mm. Oké. Wat hij mij heeft geleerd? Twee dingen. Ik appte hem dat ik stadsdeelvoorzitter ging worden. Toen zei hij, oké, mooi man. Want kijk, we zijn niet van dezelfde partij... maar we staan wel aan dezelfde kant. Zo is dat. Namelijk aan de kant van de mensen. De mensen van Zuidoost. Maar nog veel belangrijker, wat hij mij heeft geleerd... is, vertel het andere verhaal van Zuidoost. Iedereen kent het verhaal van Zuidoost van gedoe. Dat is er ook. Maar er is ook een kant van Zuidoost. Dat is die liefde van mensen voor dit stadsdeel. Maar ook de liefde voor elkaar. Je ziet het nu met zijn overlijden. Een Saskia Bosnië, een mevrouw Creton. Noem ze allemaal maar op. Iedereen is opgestaan. Iedereen is opgestaan. Ik zit in een appgroep. Ik kan ontelbare mensen zitten in die appgroep. En iedereen wil wat doen. Iedereen wil bijdragen. En zelfs in dat iedereen wil bijdragen... krijgen we een beetje ruzie met elkaar. En hier zit de les van Roy. Want Roy zei tegen... Maar dan zei ik, Roy, zo vermoeiend. Je doet iets goeds en die mensen worden boos op me. Zei hij, nee, Tanja. Maar dit is het precies. In dit mooie verhaal van Zuidoost... zit ook dat verdriet van Zuidoost. En je moet het verdriet van Zuidoost kunnen duiden... om de schoonheid van Zuidoost te kunnen waarderen. Je moet het verdriet kunnen duiden... om de schoonheid te kunnen waarderen. Dat is brassalogie. Mm-hmm. Dat is brassalogie. Dus ik heel leuk hoor, met mijn liefde, licht en leiderschap. En dat gaan we uitdragen. Dan ben ik sterker aan hem verplicht om het veel meer nog uit te dragen. Maar dat liefde, licht en leiderschap van mij... is ontsproten uit het verhaal van Roy Riesti. Mm. Hij is begonnen met dat we Zuidoost moeten zien als een warme omhelzing. Een warme omhelzing vanuit Zuidoost, 170 nationaliteiten en culturen... die aan heel Amsterdam, aan heel Nederland, sterker aan heel de wereld zeggen... hier zijn we, kom maar, dit is die brassa, dat mooie verhaal. En dat mooie verhaal kan niet verteld worden zonder dat verdriet te duiden. Dat is brassalogie. Ja. Ja. Mooi. Dat is brassalogie. Mooi. Nou, volgens mij zijn dat de mooie woorden om dit bijzondere programma mee af te sluiten. Tenminste, ik sluit hem niet af. De enige persoon die dit nu muzikaal kan afsluiten... wat ook past bij Roy Riesti, dat is Orville Breeveld. Dank jullie allemaal voor het kijken. Mijn naam is Dion, ik ben van Easy Solutions. Dat was me al waar genoegen. Wat een mooie dag. Mijn eerste betaalde gig was verzorgd door deze man, Roy Riesti. En ik vond het zo'n eer om hier te spelen. En ook op een nummer de laatste afgelopen dagen in te studeren, speciaal voor hem. En wat ik heel belangrijk vind, ik heb Roy een paar weken geleden aan de telefoon gehad, naar aanleiding van een manifestatie. En Roy zei van, want we waren bezig met een manifestatie tegen steek- en vuurwapengeweld in Zuidoost. En hij zei van, Orville, wij mannen moeten opstaan in Zuidoost. Wij mannen. De vrouwen zijn heel sterk en die werken keihard. Maar wij mannen moeten nu laten zien aan de jongens wat het is om man te zijn. En Roy laat ook een zoon achter. Maar zijn vader, want hij was zelf zoon, gaf mijn moeder ooit nog muziekles. En mijn moeder kent Roy nog als een vervelende kleine jongen. Die veel te veel vragen had. Maar dit is voor Roy... En jullie mogen allemaal meezingen, de mensen die Surinaams machtig zijn. Ajosi, nawa wortu tranga futaki. Temeluku, ale de mati fumija. Mi mati, unomu broko no broko miati. Μικα μη στρέφει εσάρι φουλί βουντού Φαμίρι με μπέγει ουνό μου κρέει Μικα μη στρέφει εσάρι φουλί βουντού
Ma mai praxeri wangado de natapu. Omus begi hem, ikana hem, murtrostui. Me praxeri dente. Wibelafu, virlibida makandra dente. Umilia fu in benyang prei, ma ben begiu, no broco, no broco miati. Mica mi strefi, mi sari futru. Umulibi, le gibrada nang asisa. Josie Roy in Bari Uno. Wakabung Roy, dankjewel voor alles.